Jongens, ik vind het wel fijn om in Ignavia te zijn. Ik bedoel... Het is al geleden dat ik hier geweest ben. Ja, ook dat. En de natuur is toch altijd wel lekker verfrissend hier. Ik moet zeggen, het staat er weer goed bij. De bomen bloeien en het gras is lekker groen. Ik ben eigenlijk blijer om hier te zijn dan in Empire met al dat lava van laatst. Het werd me ook een beetje heet daar ook. Maar Dennis, ik ben echt blij dat we daar gewoon iedereen weg hebben gejaagd van Entropia. Wat denk jij nou, Sima? We zijn Java. Precies. Maar jongens, het is vandaag een grote opdracht. Vandaag gaan wij in Ignavia proberen alles op orde te krijgen. Er is namelijk een dreiging van Kanta Tribo. Heel veel dreiging, want hier hebben ze er heel veel last van. Ja, hier in Media is natuurlijk niet heel erg veel meer bevolking meer. Wij zijn vooral ook in het zuiden. Ignavia is hier wel nog en er is nu laatst een grote bank gebouwd. Ik heb daar een maand geleden een opdracht voor gegeven en ja, daar wordt gewoon heel veel goud, diamonds en noem het maar op, opgeslagen. Dus ja, sowieso dat Kanta Tribo dat wil gaan hebben om uiteindelijk nog sterkere gear te krijgen, te kopen en noem het maar op. Meindert, wat ja, denk jij eens ervan, van deze situatie? Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen raar gevoel bij. Als ik dit landschap zie, hier zou je eigenlijk heel makkelijk die gasten tegen moeten houden. Dus ik vind het een beetje raar dat ze zo zwak zijn, maar... Ja, weet je wat het is? Ignavianen zijn eigenlijk gewoon een heel vreedzaam volk. Het waren eigenlijk gewoon vroeger natuurlijk de slaven van Ignavia. Ze zijn er op die manier bijgekomen. Ze hebben ons eigenlijk best wel rijk gemaakt met goud, diamanten die uit deze grond komt van Ignavia. Maar goed, laten we een stukje lopen. En ja, daarom is het ook gewoon niet een heel erg sterk leger. Wat wel is, is inderdaad, eigenlijk als je hier vecht, vecht je altijd vanaf een hogere plek. En wat wel zo is, hè, dat heb jij ook een keer gezegd, als je vanaf hoog vecht, heb je altijd voorsprong. Ja, dat hadden we bij Empire hadden we dat ook. Dat hadden we inderdaad bij Empire. Nou ja, ik denk als dat hele fort gewoon op een normaal stuk land had gezeten, ik denk dat we dan veel meer onze eigen kracht nodig hadden in plaats van een paar bogen. Nou ja, in principe waren hun bij Empire wel wat hoger, alleen wij hadden een voordeel dat er van die rails tussen die torens heen zat die we gewoon weg konden blazen. Ja, daar kwamen ze gewoon niet meer overheen. Inderdaad. Nou, dit is Wyvern Valley volgens mij. Jongens! Goedemiddag! Timon, je bent er al! Fijn! Dennis? Je hebt gehoord dat Timon. Ik eraan zou komen. Meindert is er ook, zie ik. Ja, leuk. Hoe is het met jou, Timon? Ik heb je 10 jaar niet meer gezien. Ja, het gaat goed. Ja? Ik ben rijk geworden, zoals jullie misschien allemaal al weten. Dat moet ook wel, hè? Dat moet ook wel hier in Ignavia. Ik zie er altijd goed uit. Ik zie er altijd goed uit, Dennis, dat weet je. Ja, helaas kunnen we dat niet over Dennis zeggen. Maar in ieder geval, hier hebben we natuurlijk Wyvern Valley. Ik wil heel erg graag voor jou een rondleiding. Maar natuurlijk, koning. Voor u alles, dat weet u toch. Kijk, fantastisch. Ik vind het echt er heel erg goed uitzien. Ik heb het op de map al gezien. Het zag er al super goed uit. Ik heb al natuurlijk er verhalen over gehoord. Maar ik vind het wel echt weer een goed stijltje bouwwerk, hoor, van deze Ignavianen. Ja. Ja, tuurlijk. Ik heb er persoonlijk niks aan gedaan, maar het heeft me wel een rib gekost, zoals u weet. Maar, Ja, want jij doet nu inderdaad alle financiën hier in Ignavia, hè? Precies. Mm. En u weet natuurlijk van de prachtige bank. Ja, dat klopt. Hoe gaat het daarmee, trouwens? Nou ja, het ziet er mooi uit, maar de bewaking is nog niet optimaal. Perfect. Mm. Optimaal, precies. Ja, dan moet inderdaad wat geregeld worden. Ik bedoel, wij hebben laatst al een paar soldaten gestuurd, of eigenlijk een troep van 10, 20 man. Wij moesten zelf naar Empire, we zijn daar in gevecht gegaan met Entropia. Ja, je hoort het goed. Ineens ben ik die weer tegengekomen in 10 jaar tijd. Ik had niet verwacht dat we ze ooit nog tegen zouden komen. Maar oké, het is gebeurd, we hebben ze weggejaagd en ja, we konden eigenlijk nog niet meteen komen naar jullie, maar daarom hebben we wat troepen gestuurd. Ik hoop dat ze al wat goed werk hebben geleverd hier. Ja, nou ja, ik zat er wel een beetje mee, want ik wil natuurlijk niet dat onze bank beroofd wordt. Ja. Maar als generaal Meindert zijn zaakjes niet op orde stelt, ik dacht misschien moet ik ooit eens huurlingen gaan inhuren, maar... Ik hoor dus dat er wel... Nou, ik heb al genoeg dingen hier naartoe gestuurd, maar er komen genoeg mensen niet meer terug. Dat is het probleem hier. Maar waarom komen mensen niet terug dan? Wat is dat voor? Ja, omdat ze gewoon, weet ik veel, omdat ze hier niet de boel in orde hebben. Dan moet ik ze daar ook nog even nachecken. Wat train jij is niet goed. Nou, jongens, laten we doorlopen. Ik train is prima. Laten we even... Want ik zag trouwens net ook op een bordje staan dat jij een villa hier hebt. Ja, dit is mijn huis. Ik heb hem laten bouwen door onze beste bouwers. Wow. Holy shit. Dat is een huis. Het was eerst een café, maar...
Dat was door iemand, een of andere gozer, en zijn familie woonde hier, maar ja, dat... Want, ik wil gewoon een villa, dus zijn familie... Want van wie is dit gebouw daar dan? Daar heel hoog? Dat is het vergadergebouw. Okay. Sebas wilde dat, maar ja... Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we denk ik binnenkort sowieso vergaderen. Maar wat jij dus eigenlijk wilt, is sowieso meer soldaten bij de bank. Ja, er is niks belangrijkers dan goud, koning. Ja, dus dat, ja, precies. Dat, we kunnen niet zonder. Ik weet hoe Tixa en Entropia daar vroeger heel veel lust naar hadden. Maar ja, ik heb wel interesse om de bank te zien, Timon. Hoe nu de situatie daar is, dan kan ik en Meindert al een beetje kijken... of er nog echt veel soldaten daar nodig zijn. Want inderdaad, wat jij zegt, we hebben bij de bank heel veel mensen nodig. Want ja, de dreiging wordt steeds groter van Cantatribo, zoals we in de brieven ontvangen continu van jullie. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel vogels jullie hebben, maar Meindert wordt er een beetje gek van dat er steeds brieven binnenkomen. Ja, ja, sorry dat er een paar niet teruggekomen. Ik had trek. Zoveel van die vogels en de dieren waren uitgemoord. Daarom lag het dus kippen bij jou binnen. Ja, tuurlijk. Wat denk je zelf? We hebben 20 van die vogels binnengekregen. Nou, dan kunnen we wel een stuk of 15 missen of zo. Laat dat de priesters van Ignavia maar niet horen, volgens mij. Sebas stond erop. Hij is een beetje bang overal voor. Ik ben persoonlijk niet zo ingesteld, maar hij wilde het. Dus dan doen we het zo. Wow, is dat de bank? Holy wat shit. Wat is het een schatje niet? Het is mijn persoonlijke kindje geworden. Het is echt een groot gebouw nog wel. Ja. Holy shit. Wow. Kijk, Meindert. Hij staat vol. Dat is een groot ding. Het maar... is best wel een muur ook nog hierom. Kijk, er staan wat bewakers. Ja. Gegroet. De incompetabele gozers van Meindert dus. Hoezo incompetabel? Kom op! Dit is de koninklijke wacht, Timon! Ja. Dat ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik stuur ze allemaal omdat jullie eigen mannen niet goed getraind worden hier. Ik heb ooit huurlingen ingehuurd die een stuk beter waren dan jouw mannen, Meindert. Ja, dus en die huurlingen die hebben je waarschijnlijk over. Ook weer al het geld meegenomen. Die zijn een stuk duurder. Koning, zullen we naar binnen gaan? Ja, laten we naar binnen gaan. Maar ik moet zeggen, het ziet er wel echt fantastisch uit. En aan de ene kant... denk ik ook wel inderdaad dat we hier wat meer bewaking voor nodig hebben. Want als we dan kijken, Meinert, we moeten even kijken naar hoe hier binnengevallen kan worden. Ik bedoel, het is heel erg verstandig dat wij gaan uitdenken hoe er hier een overval kan gebeuren. Als ik zo kijk naar die bergen, ja, heel dat bedoel ik daar. Ik bedoel, als iemand als Cantatribo vanaf die muur daar komt en vanaf die berg, dan zijn ze zo binnen. Maar waarom bouwen we überhaupt hier de banken überhaupt? Als we al weten dat er al maandenlang problemen hier zijn in Ignavia, ik snap niet hoor, maar... Ik snap het ook niet, hè. Normaal, je hebt niet eens bij mij raad gevraagd waar je die bank wilde hebben. Ja, jij zat in de gevangenis. Inderdaad, ja. Jongen. Ah, ja, misschien moet ik ook een beetje de schuld op me nemen, maar... ik vond het hier een mooie plek, dus... Ja, ah, ja. Ja, luister, Meinert. Weet je waarom ik die bank in Ignavia wou? Ik heb daar een hele goede reden voor, hoor. Daar heb ik echt een goede reden voor. Ik bedoel... Ja, vertel die reden dan eens. In het zuiden... hebben we nu toch gewoon weer Ignavia? Dat is nu toch van ons? Het zou gewoon heel erg voor de hand liggen als we daar gewoon het meeste zouden hebben. Als we daar al ons goud, al onze diamonds zouden neerleggen. En dit zou niemand verwachten. Wie zou verwachten dat we hier een bank hebben? Ja, Cantatribo dus. Want die komen hier vaak genoeg. Ja, Cantatribo. Het is wel beter beveiligd geweest als hij ons in een mooie vouwmaat had neergelegd in Midas, man. Ja, Dennis, zou jij je brutale bek dicht eens een keer willen houden, man? Kom op, zeg. Weet je wat jij aan het doen was? Je was aan het wegrotten. Bij Bart daar in de gevangenis. Ja, maar die heb jij gedaan. Ja, omdat jij komt. Jongens. Sorry, maar... Laten we het niet uit de hand lopen hier. Ja, nee, sorry. Ik wil je mijn prachtige kindje laten zien op de bank. Laten we dat doen. Laten we naar binnen gaan. Laten we naar binnen, inderdaad. En dit is... hier komen dus mensen inderdaad te zitten waar je geld op kan slaan. Dit is het openbare gedeelte van de bank voor mensen. Dat ziet er goed uit. Jongens, van de koninklijke wacht, ik wil dat jullie hier wachten en Meindert, Timon en ik naar binnen laten gaan. En ja, Dennis, jij blijft hier ook lekker staan. Want, dat zou wel eens niet. Ja, jij moet je volgens mij, dit is de achterkant. Hier is verder niet veel speciaals aan natuurlijk, maar... Ik doe de deur even dicht voordat Dennis naar binnen gaat. Ja, bedankt, hè. Nou goed, in ieder geval... Oh, jullie hebben ook meerdere verdiepingen. Hoeveel verdiepingen zijn er nou in totaal? We gaan gewoon de eerste. Hierboven is nog één verdieping. Maar daar mogen we niet al te veel over praten. Maar het zijn natuurlijk alleen u en mijn dut. Dit ziet er wel goed uit trouwens, hoor. Die kisten die jullie hier op een goede manier hebben opgeslagen. Een efficiënte manier. Wat vind jij ervan, Meindert? Ja, weet je wat het probleem is? Nou... Het is hartstikke leuk, maar kijk eens hier rechts van jou. Waar?
Daar rechts, daar kan je even een laddertje. Hier, dat grote raam. Ben je blind of zo? Oh ja, ja, wat is dat? Gewoon één keer de trap tegenaan en je bent binnen. Ja, dat is waar, ja. Oh, ja. En daarom moet dit gebied toch goed bewaard worden, minded. Ja, maar dan heb je wel een hele grote ladder nodig. Dat moet worden tijdens het bouwen met een bank. Weet je wat het is, minded? Ik denk sowieso dat de manier waarop we dit hebben gedaan... Jij hebt nog geen idee van wat Timon en mijn plan eigenlijk is met deze bank. Want ik kan jullie vertellen... En Timon weet dat natuurlijk al. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een afleidplek. Luister. Zit er geen goud? Er zit wel goud, maar er zit niet veel goud. Ik bedoel, hier zit wat? Nou ja, dat valt nog heel erg mee. Volgens mij is hier ook nog een ruimte ergens erboven. Ja, u ziet het gelijk. U heeft een arend zo gekomen. Ja, precies. Ik zag die opening al zitten. Dus ik denk dat gaat inderdaad... daar naartoe. Dit is de grote kluis. Iedereen zou denken dat hier dus eigenlijk alles, al het rijkdom van je naven achter zou zitten. Maar dat is dus niet het geval. We hebben namelijk ergens diep kerkers laten bouwen. Diep in een gebouw hier in Ignavia, waar ik de exacte locatie zeker niet van bekend ga maken. Maar daar zit dus eigenlijk alles. En dat is eigenlijk nog best wel een afstand vanaf hier die niemand zou verwachten. Geheime kelder, geheime deuren, noem het maar op. Dus eigenlijk, deze kluis zit eigenlijk gewoon een afleidaantal. Dus wat jij wilt zeggen is dat ik al mijn soldaten hier naartoe moet sturen? Voor een afleiding? Ja, inderdaad. Dit is een afleiding. Wij willen hier zoveel soldaten, zodat het inderdaad lijkt voor andere kingdoms dat dit... streng bewaakt is, omdat er ook daadwerkelijk wat ligt. Maar wat dus gaat gebeuren is dat als uiteindelijk ze het lukt om hier binnen te komen, dat er eigenlijk helemaal niks ligt. En dat we ze alsnog allemaal stuk voor stuk af kunnen slachten. Ja, maar, sorry hoor, maar we kunnen de soldaten ergens anders ook beter voor gebruiken. Hier een beetje een afleiding bewaken, hartstikke leuk, maar dan hoeven we niet het complete kapitaal aan soldaten naartoe te sturen. Ach, generaal Meindert. Zo ik weet het hoor, maar als ik altijd drie miljoen kom, maakt niet uit dat die soldaten zitten, want ze verdedigen toch iets waardeloos. Ja. Meindert, jij snapt het niet. Jij snapt de visie hierachter niet. Als dit bewaakt lijkt... Ik snap lijkt... het wel, maar ik snap niet waarom we er zoveel mensen op zetten. Ja, dat valt toch op dit moment hartstikke mee, man. Ja, nog wel, maar jouw kennende moet ik nog weer nog de helft van het leger erop afsturen. Zie het zo. Dan doen jouw mannen ook nog eens een keer iets... Goed. Jullie mogen elkaar blijkbaar niet, volgens mij, of wel? Nou, we hebben een geschiedenis, maar... Oké. Nou goed, laten we weer naar onderen gaan, want ik wil namelijk nog even het gebouw van de Koninklijke Wacht zien. Ik heb de opdracht gegeven dat het hier gebouwd moest worden, dus ik ben heel benieuwd wat mijn het ervan vindt. Het is namelijk heel belangrijk dat in deze tijd er dus ook gewoon gebouwen komen van de Koninklijke Wacht. Gegroet allemaal. Het is belangrijk dat hier dus ook een Koninklijke Wachtgebouw staat, zodat er ook inderdaad gewoon vanaf daar... iedereen geholpen kan worden als er een dorp wordt aangevallen. Dus laten we dat even gaan bekijken, Timon. Nou, als die mooie Timon even laat zien waar dat zit, dan... Ja, dat gaan we nu toch doen. Persoonlijk ben ik er nog niet geweest, omdat dat mij geen piep boeit. Maar volgens mij is het hier. Ach. Wat? Dennis, ik dacht dat jij bij de hand was. Nou, toen blijkbaar de hoge pieten hier in Ignavia. Je weet hoe in Ignavia aan zijn, hè? Ik moet zeggen, ik vind het er goed uitzien, hoor, vanaf de buitenkant. Het ziet er al beter uit dan dat krot daar eens. Kijken. Hier, ga even een kijkje nemen, mij, net wat je ervan vindt. Waar is... Ga jullie maar naar binnen, ik hoef dat stinkhol niet eens te ruiken. Waar? Ik vind het wel een beetje leeg, eigenlijk. Ja, maar waar is iedereen? Het is helemaal leeg nog, Timon! Je zit er gewoon niet te slapen! Huh? Hallo, opstaan! Wat is dit nou? Excuses, generaal. Jullie moeten aan het werk gaan! Jullie zitten alleen maar een beetje stop te luieren hier, man! Ja, excuses! Jullie moeten die mooie afleveren jouw leger? Ja, mijn het. Laten we gewoon verder gaan. Zet die mensen aan het werk, ze hoorden daar inderdaad niet te slapen. Wat wil jij hier nog verder in dit gebouw? Ik denk dat het misschien handig is dat hier iets komt, waardoor ze iets te doen krijgen. Want zo te zien heeft Ignavia al een slechte invloed op mijn mannen. Jongen, waarom maak je zo? Koningsma! Koningsma! Wat is er? Hey. Er is aangevallen in het dorp van Ignavia. Aangevallen? Wie? Door wie? Kattentrijper! Pak hier een paard, oké? Okay? Ja, neem mee. Oké, ik bewaak het fort. Haal het weg, haal die... Ja, nee. Oké, we gaan. Jongens, jullie bewaken het fort.
Jullie gaan naar de bank en gaan daar schuilen. Wij gaan er naartoe. Ga mee. Kom op. We moeten gaan naar het dorp. Sebas, volg ons. Succes, Sebas. Oh, shit. Kijk, dit bedoel ik. Dus dit is dus waarom ik niet wil dat hier... Ja, maar dat... Oh, we hebben dus ook gewoon meer mensen hier nodig. Kom op, we moeten naar het dorp. Is dat deze kant op, Sebas? Ja. Volg het pad. Domme. Oké, jongens. We gaan in de aanval.